geloof geeft mij een gevoel van veiligheid en geborgenheid. En dat er eigenlijk altijd iets of iemand bij je is die je kan steunen, ook al is het wat lastiger of moeilijk. Ik ben katholiek opgevoed en nou ja, we zijn heel wat kerken afgegaan. En ze hadden hier een jeugdprogramma bij de Lourdeskerk. En toen heb ik me daarbij aangesloten. Wij doen thuis best wel veel met het geloof. Want mijn ouders die vinden het best wel belangrijk. En we doen ook altijd bidden voor het eten en zo. En we gaan ook altijd naar de kerk. Alleen, ja, het is niet echt dat ik het heel diep van binnen heel erg voel of zo. Het is natuurlijk wel een beetje, maar niet ontzettend erg. Maar ik denk dat dat later misschien nog wel komt. De kerk betekent veel voor mij. Ik heb het gevoel alsof mijn tweede huis is. En dat komt ook mede omdat ik zelf gelovig ben geworden. Dat was toen ik 8 jaar was. Toen ben ik zelf gedoopt en communie gedaan. En toen ik 12 was, ben ik gevormd. En dat was op eigen initiatief, omdat ik me er heel prettig bij voelde en ik er gewoon nog steeds prettig bij voel. Ik bid thuis niet echt, maar ik wil dat wel gaan doen later, meer tot mezelf gaan bidden. Want ik vind het probleem al wanneer ik ga bidden en mijn ouders die wel geloofd zijn, maar er niet zoveel mee doen. En mijn broertje en zusje niet geloofd zijn, vind ik het lastig om een momentje te zoeken om te bidden. Voor het bidden ga ik wel gewoon gaan naar de kerk. Het geeft je wel ja, een soort van hoop. Als ik iets heel graag wilde, dan ga ik er wel altijd voor bidden. Want het geeft wel het gevoel alsof het eerder gaat gebeuren dan dat als je er niks voor doet. Ik denk wel opluchting, omdat voor als je bidt, dan praat je zeg maar tegen God. En als je niemand hebt om tegen te praten, dan heb je in elk geval nog het bidden, zeg maar. Dus heb je nog in elk geval dan God om mee te praten, zeggen ze dan. En dat is op zich wel iets waar ik wel in geloof. Mijn ouders waren natuurlijk al katholiek, dus als kind ging ik al naar kerkdiensten. Toen ging het een keertje wat minder goed met me en besloot ik even te gaan bidden. Nou, wat geloof je? Ik had amen gezegd en ineens kreeg ik ergens jeuk waar ik niet kon krabben. En toen dacht ik, wow, dit is wel heel bijzonder. En toen ging ik nog een keer bidden en gebeurde het weer. Ging ik nog een keer bidden, gebeurde het weer. Dus ja, dan ga je toch wel geloven dat daar iets mee aan de hand is dan. Als dat zo is. Het is heel mooi als je de tieners toch iets meegeeft aan geloof. En dan vind ik het eigenlijk vooral het mooiste om ze iets aan zelfvertrouwen en liefde mee te geven. Dat het, iedereen het geloof op zijn eigen manier beleeft. En dan toch dat stukje van zelfontwikkeling erbij. Het geloof geeft mij een gevoel van veiligheid en geborgenheid. En dat er eigenlijk altijd iets of iemand bij je is die je kan steunen, ook al is het wat lastiger of moeilijk. Het geeft me een goed gevoel als ik in de kerk zit of met de tieners praat of met andere groepen praat. Ik ga ook naar de Wereldjongerendagen in Panama en ik ben ook naar Polen geweest in 2016. En ja, dat geeft toch een heel goed gevoel en ja, ik ga altijd mijn energie weer naar huis. Ja, geloof voor mij is, de geloofsgemeenschap is meer wat het voor mij doet, zo van... Ja, je kan wel geloven in een God, maar als je de enige bent die dat doet, dan neemt het voor mij dan wel het idee weg. Zo van, ja. Maar de geloofsgemeenschap doet het er meer voor mij. Het is net als de politiek eigenlijk. Heel raar dit. Maar je gelooft dan allemaal dat een bepaalde leider de beste is, maar je gelooft, met het geloof geloof je ook dat God... Ja, dat God, dat is het gewoon. Hele rare vergelijking dit.